Almelopen zijn ontstaan in 2008. Toen Michel Haarhuis, dat is een lid van SISU, en daar was ik toen de tijd ook lid van, met het idee kwam dat hij graag een keer mee wilde doen aan Europa Run. Die deelname het eerste jaar was nog spannend, en toen had de Europa Run nog maar één startlocatie en dat was Parijs. En dan mochten maximaal 275 teams aan deelnemen. En ergens in januari 2009 kreeg hij het groene licht van de Europa Run, dat wij ingeschreven stonden voor dat jaar. Dus toen zijn we als razende Roelands aan de gang gegaan om die 2009 deelname ook daadwerkelijk in te vullen. En wat is jouw taak binnen de Almelopers? Op dit moment ben ik teamcaptain. In 2009 ben ik meegeweest als loper. En ik wist van tevoren natuurlijk ook niet waar ik aan begon. Maar het is echt, ik moet eerlijk zeggen, als loper ook een fantastische happening. En in zo'n eerste keer, het kost natuurlijk ontzettend veel energie om zo'n evenement helemaal te organiseren. En om ook zo'n team helemaal in de benen te krijgen. Want we gaan met 8 lopers naar Parijs. Of gingen we toen naar Parijs. Maar dat hele team bestond toen ook al uit bijna 25 mensen. En dat kost gewoon heel veel energie om dat te organiseren. We hadden toen niks, hè? We hadden geen draaiboek, we hadden geen ervaring. Niemand was ooit mee geweest. Dus het was echt gewoon voor onszelf allemaal uitzoeken van hoe gaan we dat doen. We zijn nu bijna 10 jaar verder. En ondertussen is ook de Europa Run natuurlijk in zijn organisatie verder gegroeid. We krijgen nu alle bestanden, bijvoorbeeld voor de route, krijgen we nu allemaal digitaal aangeleverd. Die kunnen we in TomTom zetten, die kunnen we in navigatieapparatuur zetten. Maar in 2008 hadden we alleen maar een grote Michelinkaart. En die kon je in stukken gaan knippen. En ja, ga je gang, zoek het maar uit. En dat leidde ertoe dat Michel Haarhuis na het eerste jaar zei van nou, het was fantastisch, maar het heeft me zoveel energie gekost. Laat nu een ander het maar doen. En ik vond het toen gewoon zonde om het te laten vallen. En ik vond echt dat dit een happening was die in ieder geval voor Almelo bewaard moest blijven. En dat daar elk jaar een team uit Almelo naartoe moest. Vandaar dat ik toen het stokje heb overgenomen als teamcaptain. En dat is sindsdien fantastisch gegaan. Ons hoofddoel is inderdaad die deelname met Pinksteren. Die staat dus bij al onze teamleden ook al rood omrand in de agenda's. Gezamenlijk een training zoals we die vanochtend hebben gehad, die doen we elke 4 weken. Waarbij alle lopers dus proberen aanwezig te zijn. Er gaan wat mensen uit de catering mee, de fietsers die fietsen mee. En daarnaast moeten de lopers natuurlijk veel meer trainen. Want die mensen moeten in staat zijn, en dat hebben we ook met elkaar afgesproken, dat zij in april of de halve marathon van Enschede of de halve marathon van Hengelo gaan lopen. Want wij vinden dat basisniveau minimaal aanwezig moet zijn om zonder problemen die Europa Run te kunnen doen. Europa Run is in Rotterdam natuurlijk een inmiddels heel bekend fenomeen. Is afgelopen jaar voor de 25e keer gelopen. Ik geloof dat ze al 15 keer of zo rond de 15 keer nu op de Coolsingel zijn gefinished. Daar komen gewoon, kijk, aan die Europa Run doen gewoon al 8000 mensen in het weekend zelf mee. Dus die komen dan allemaal op tweede Pinksterdag op de Coolsingel. En daarnaast worden die onthaald door familieleden, kennissen, vrienden en alles bij elkaar komen daar tijdens het Pinksterweekend ongeveer 35.000 mensen naartoe.